Deze webles behandelt geen nieuwe stof, ook worden er geen voorbeeldopgaven gemaakt. Deze webles geeft een overzicht van alles wat je rondom één onderwerp moet weten voor je centraal examen. Probeer het verhaal te volgen en noteer elke term, elke formule en elke toelichting waarvan jij niet meer aan jezelf kunt uitleggen wat het is. En fris na het kijken van deze webles de achterliggende theorie op. Zo ben je efficiënt bezig en train je jezelf voor het centraal examen. Het onderwerp van deze webles is gravitatie. En we gaan dit doen aan de hand van een, een tekening. waarbij ik een hemellichaam heb met een massa m. en een voorwerp dat om het hemellichaam heen draait. in een cirkelbeweging. Dat voorwerp noemen we de satelliet. Dat kan een door de mens gemaakte satelliet zijn. Maar ook de aarde die om de zon heen draait. is een satelliet. En de maan die om de aarde heen draait. is ook een satelliet. een natuurlijke satelliet in allebei de laatste gevallen. Even wat definities. De afstand tussen het midden van het hemellichaam en het midden van de satelliet, dat noemen we de baanstraal, kleine letter r. De satelliet beweegt met een constante snelheid, die heet de baansnelheid, kleine v. En de satelliet doet een bepaalde tijd om één rondje te maken en dat noemen we de omlooptijd, hoofdletter t. Wanneer een voorwerp zo'n beweging maakt met een constante snelheid in een cirkel, dan heet dat een eenparige cirkelbeweging. En voor een eenpare cirkelbeweging kun je de baansnelheid uitdrukken in een vrij eenvoudige vergelijking. En dat is in de vorm 2πr, en dat is de omtrek van een cirkel gedeeld door de omlooptijd. Wat blijkt nu het geval te zijn? Om een voorwerp een eenparige cirkelbeweging te laten maken, moet er zoiets zijn als een middelpuntzoekende kracht. Die moet werken op het voorwerp. En de middelpuntzoekende kracht is de som van alle krachten die op het voorwerp werken. En voor die som. Van alle krachten moeten twee dingen gelden. Ten eerste dat de grootte gelijk moet zijn aan mv kwadraat gedeeld door r. En als tweede moet er gelden dat de richting van de middelpuntzoekende kracht altijd naar het middelpunt moet zijn van de cirkel. Nu bekijken wij in, als we het hebben over gravitatie, eigenlijk alleen situaties waarbij er een satelliet draait om een hemellichaam. En het grote voordeel hiervan is dat er eigenlijk maar één kracht continu werkt. En die kracht noemen we de gravitatiekracht. En die gravitatiekracht is de kracht van het hemellichaam op het, uh, de satelliet. En die kracht staat dus eigenlijk per definitie altijd al naar het midden gericht. We kunnen dus uh, de boel vereenvoudigen en we kunnen dus zeggen uh, wanneer we kijken naar voorwerpen die rondom een hemellichaam heen draaien. Moet er altijd gelden dat de middelpuntzoekende kracht gelijk is aan de gravitatiekracht? Het plaatje is trouwens nog niet compleet, want uh, het is niet alleen zo dat uh, het hemellichaam aan de satelliet trekt, maar je hebt ook altijd te maken met een precies even, groot, uh, even grote tegenwerkende kracht van de satelliet op het hemellichaam. Dus de zon trekt niet alleen aan de aarde, maar de aarde trekt ook aan de zon. Hierdoor. Doordat de zon aan de aarde trekt, zal de aarde een cirkelbeweging maken. Maar eigenlijk maakt de zon ook een cirkelbeweging, alleen een veel kleinere cirkelbeweging, door de even grote kracht van de aarde die op de zon werkt. Alleen doordat de zon natuurlijk een veel grotere massa heeft, is het effect van die kracht van de aarde op de zon ook veel kleiner. We kunnen deze gravitatiekracht ook uitdrukken in een formule. Normaal uh, hebben we het over een zwaartekracht en dan geldt er voor de zwaartekracht dat die gelijk is aan M mal G. Maar de zwaartekracht is eigenlijk een, een, een specifieke situatie, namelijk uh, de situatie dat je je op het aardoppervlak bevindt en dan kun je de boel een beetje vereenvoudigen. Maar de algemene formule voor de gravitatiekracht werkt uh, eigenlijk altijd en die luidt als volgt: dat de gravitatiekracht gelijk is aan hoofdletter G en hoofdletter G is een natuurconstante, de gravitatie. Uh, constante. En um, die hoofdletter G moet vermenigvuldigd worden met de massa van de satelliet en de massa van het hemellichaam. En dat moet je dan ook delen door de afstand tussen beide de baanstraal in het kwadraat. Vanuit deze uh, formule kun je ook iets zeggen over de versnelling die je ondervindt. Want uh, een versnelling um, is natuurlijk eigenlijk niks anders dan kracht delen door de massa. Dus je kunt ook de valversnelling uit deze formule halen. En dan zul je zien dat de massa uh, verdwijnt in die formule. Want uiteindelijk maakt het niet uit hoe licht of hoe zwaar het, uh, de satelliet is, het voorwerp is. De versnelling die die ondervindt is altijd hetzelfde. Uh, de formule van de valversnelling uh, ziet er uh, als volgt uit. Uh, g is, uh, nou hoofdletter g, maal m delen door r in het kwadraat. En aan de kleur, deze formule is in het uh, licht uh, geel gegeven. Kun je zien dat dit niet een van de belangrijkste formules is van... Uh, dit onderdeel. Deze formule is eigenlijk afgeleid uit één of meerdere van de blauwe formules. En dat geldt ook voor alle andere gele formules die je dadelijk voorbij ziet komen. Er geldt ook iets voor de baansnelheid. Je kunt uh, de formules uh, van de middelpuntzoekende kracht en de gravitatiekracht kun je combineren. En dan kun je ook iets zeggen over de baansnelheid van de satelliet. Die moet gelijk zijn aan uh, de wortel van g maal de massa van het hemellichaam delen door de baanstraal. Een hele bekende formule kun je afleiden als je uh, de middelpuntzoekende kracht, de gravitatiekracht, de twee formules daarvan en de formule van de eenpaarige cirkelbeweging met elkaar gaat combineren. Dan krijg je namelijk uh, iets wat de derde wet van Kepler heet. En de derde wet van Kepler ziet er uh, als volgt uit. En de derde wet van Kepler geeft aan dat uh, er een verband is tussen de omlooptijd en de afstand van het voorwerp tot het hemellichaam. Uh, en dat uh, wanneer je de afstand vergroot de omlooptijd ook groter wordt. En dat geldt dus uh, voor alle uh, planeten die om de zon heen draaien, geldt dat t 2 gedeeld door r tot de macht 3 bij alle planeten hetzelfde getalletje geven. Want uh, immers aan de rechterkant van uh, de formule van de derde wet van Kepler staan alleen maar constanten, waarbij hoofdletter m dan de massa van de zon wordt. Maar dit kun je ook toepassen wanneer je iets om de aarde laat draaien, want er moet dus een bepaalde afstand r zijn vanaf de aarde gezien, vanaf het midden van de aarde gezien. Waarvoor je een speciale situatie krijgt. Namelijk dat de satelliet die dan rondom de aarde draait, er precies even lang doet over een rondje om de aarde. als dat de aarde erover doet om een rondje om zijn as te draaien. En een satelliet die zich daar bevindt, die bevindt zich in de geostationaire baan. En het voordeel is dus van zo'n satelliet. Dat wanneer je vanaf de aarde naar die satelliet kijkt, die satelliet lijkt stil te staan ten opzichte van uh, ons. Want hij draait eigenlijk even snel zijn rondje. als dat wij ons rondje op aarde draaien. We kunnen ook iets zeggen over energieën als we te maken hebben met een satelliet die rondom een hemellichaam draait. En de energie die erbij hoort is dan ook de gravitatieenergie. En net zoals bij de zwaartekracht en de zwaarteenergie. Uh, uh, sorry, met de zwaartekracht en de gravitatiekracht. Heeft de gravitatieenergie wel iets te maken met de zwaarteenergie? Alleen de gravitatieenergie werkt in alle situaties en niet alleen wanneer je je op het oppervlak van de Aarde bevindt. De formule ziet er als volgt uit. En het minnetje is een beetje vreemd. Het is een kwestie van een de definitie. Uh, afgesproken is dat de gravitatieenergie nul is wanneer een voorwerp zich oneindig ver bevindt van, de, van het hemellichaam. Wanneer je vanaf het oneindige in de richting van een hemellichaam begeeft, dan zal je ook gravitatieenergie afnemen. En omdat in het oneindige we dat al nul noemen, houdt dat in dat de gravitatieenergie eigenlijk altijd een negatieve waarde heeft. Hoe dichter je bij het hemellichaam komt, hoe negatiever de waarde. Hoe kunnen we hier nou uh, in de praktijk gebruik van maken? Nou, dat geldt iets uh, bijzonders. Voor voorwerpen die rondom een hemellichaam heen uh, draaien, is namelijk het volgende. Zo'n voorwerp heeft natuurlijk ook een snelheid en natuurlijk ook kinetische energie. Wanneer die kinetische energie en die gravitatie-energie samen kleiner dan nul zijn, dan zit het voorwerp gevangen binnen het gravitatieveld van het hemellichaam en kan het er dus niet van vandaan komen. Een bijzondere situatie hierbij is een cirkelbeweging. Daarbij is eigenlijk de snelheid precies zo dat hij een netjes een cirkelbeweging eh, gaat uitvoeren, maar het kan ook zijn dat de satelliet een andere snelheid heeft, iets groter of iets kleiner dan die eh, precies goede snelheid voor een cirkelbeweging, en het voorwerp zal dan een andere beweging gaan uitvoeren, eh, namelijk een ellipsbeweging, een, een soort langgerekt eivormige beweging, eh, waarbij we het punt waarbij het voorwerp zich het dichtst bij het hemellichaam bevindt, het perihelium noemen, en het punt dat hij zich het ver wegst ervan bevindt, het aphelium. En je zult ook zien dat uh, voorwerpen die zo'n beweging maken, en uh, een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld kometen, dat die ook uh, niet overal met dezelfde snelheid bewegen. Hoe dichter ze bij de zon bewegen, hoe, hoe hoger de snelheid zal zijn. En hoe verder weg, hoe lager de snelheid. Dan is natuurlijk ook de vraag, ja, als je maar genoeg snelheid zou hebben, dan moet je ook los kunnen komen van het hemellichaam. En eh, die snelheid die je daarvoor nodig hebt, dat heet, die heet de ontsnappingssnelheid. En die ontsnappingssnelheid kun je ook eh, afleiden uit de vergelijking dat de gravitatie-energie en de kinetische energie samen in die situatie gelijk of groter moet zijn aan nul. En voor die ontsnappingssnelheid geldt eh, de volgende vergelijking. En uh, dan kun je ook bijvoorbeeld bij de aarde uitrekenen. Wanneer je iets vanaf het aardoppervlak wegschiet met een snelheid van uh, rondom de 11 km per seconde, dan geef je het voorwerp meer kinetische energie mee uh, dan dat het uh, negatieve gravitatie-energie uh, heeft. En dan komt het dus los van de aarde en dan, komt, dan valt die dus ook nooit meer terug.